welke hoofdrol zou je willen spelen in een film? James Bond. 100%. Eigenlijk al sinds de eerste keer dat ik James Bond keek, dacht ik van wauw. Ik heb nooit echt gehad met acteren. Wel geprobeerd. Omdat allebei mijn ouders natuurlijk acteren. Maar dat is altijd echt, ik heb het toevallig laatst nog een keer tegen iemand gezegd, van als ik ooit gevraagd zou worden voor zo'n soort film als James Bond, ik zou het meteen doen. Ik zou alles ervoor opgeven en helemaal de afkeer tegen acteren aan de kant zetten en er vol voor gaan. Ja. Met welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Ik denk dat ik mijn allerergste tekortkoming vind dat ik mega ongeduldig ben. Maar ik vind lastig om te zeggen of ik daar nou echt mee heb leren leven, omdat ik het nog steeds niet echt heb geaccepteerd van mezelf. Maar het gaat steeds beter. En ik probeer het te accepteren en een plek te geven. Maar af en toe gaat dat lastig. Hoe wil je sterven? Oké. Hoe wil ik sterven? Zo mooi en relaxed mogelijk, denk ik. Ik heb er nog nooit precies over nagedacht hoe dat dan zou moeten zijn. Maar het moet helemaal op mijn voorwaarden, zeg maar. Dus lekker in een fijne omgeving. Ja. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Nou, ik denk dat het, los van dat ik het natuurlijk super zou vinden als ik een soort van beloond word voor het harde werk wat ik heb gedaan en dat ik het gewoon super tof vind dat mensen mijn verhaal lezen, denk ik dat het mooie aan mijn boek is dat er heel veel verschillende thema's in voorkomen. Dus wat mensen heel snel denken is dat het een boek is wat gaat over een jongetje die schrijft over zijn bekende vader. Maar dat is het totaal niet. Het gaat over opvoeding, het gaat over verlies, het gaat over familie, het gaat over liefde. Het gaat over zoveel meer dan dat je misschien in de eerste instantie zou denken. Dus ja, waarom wil ik dat mensen mijn boek lezen? Ik denk omdat er voor iedereen wel iets in zit van herkenning. Ja, en het mooiste zou natuurlijk zijn als iedereen er ook iets uit kan halen voor zichzelf. En ik denk dat dat best wel goed gelukt is. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ja, ik denk dat de voornaamste reden toch was dat ik gewoon een opgekropt gevoel had. Heel veel verdriet. Eigenlijk gewoon heel veel dingen die ik nooit echt had verwerkt. En die ik wel altijd heb proberen te verwerken door in gesprek te gaan met mensen. Maar het is nooit echt gelukt. En ik denk dat ik met dit boek dacht van, ja, op papier gooi ik alles er wel uit of zo. Heb je door de interviews in je boek je vader anders leren kennen dan de meeste leeftijdsgenoten die nog wel een vader hebben? Zo, dat is een goede vraag. Ja, dat denk ik zeker. Of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want alle gesprekken die ik heb gevoerd om dit boek te maken, zijn denk ik toch gesprekken die je niet voert als iemand nog leeft. Ja, ik denk dat als je opgroeit, dat je dan, ben je natuurlijk bijna dagelijks wel met je ouders, als die nog samen zijn. En dan praat je gewoon over, ja, waar heb je het dan over? Hoe het op school ging, of het leuk was op de voetbaltraining, hoe het op hun werk was, dat soort dingen. En als je ouder wordt, ga je naar de middelbare school, je gaat uit huis, je gaat je eigen leven leiden en dat contact wordt ietsjes minder. Maar als je iemand verliest, dan, en zeker op zo'n jonge leeftijd, dan zijn er zoveel vragen die je hebt en zoveel dingen die je eigenlijk niet weet, die je dan dus gaat onderzoeken. Dus ja, ik denk zeker dat het heel anders is. En ik denk ook wel dat ik misschien nog wel beter mijn vader ken dan sommige van mijn leeftijdsgenoten hun vader kennen. Omdat je dus echt, ja, ik heb echt een soort onderzoek gedaan. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Nou, wat ik zelf het mooiste stuk vind, is dan misschien wel of het gesprek met mijn oma. Die natuurlijk heel erg dicht bij mijn vader stond en die ik eigenlijk nooit echt had gesproken op zo'n manier. Dus dat vind ik persoonlijk altijd wel het mooiste stuk en dat is wat mij altijd het meeste is bijgebleven. En misschien wel het laatste hoofdstuk, omdat ik daar, ja, het is een soort, het is de afsluiter van het boek en het is voor mij een soort van
ja, ik zie dat einde altijd als een soort begin van een keerpunt van mijn leven. Als dat logisch klinkt.